Dag Emma. Dag Kim. Ik speel nu in Rusland, in Ekaterinburg, waar dat heel koud is. Mm-hmm. En onze ambities zijn gewoon alles winnen waar dat we aan deelnemen. En, dus dat is Euroleague, een Russisch kampioenschap en beker. Dus ja, hopelijk lukt dat en we gaan er hard voor werken. Waar speel jij? Ik speel in Charleville-Mézières, dat is niet zo ver. Frankrijk, ja, ja, net over de grens. En onze ambities zijn zo hoog mogelijk geraken in de Franse competitie. Hopelijk vorig jaar evenaren, top 4, maar dat is haalbaar, maar het is lastig. En dan Europees ja, ook zo ver mogelijk geraken in de Eurocup. We zien wel waar dat is, waar dat eindigt. Het was mijn vierde seizoen, dus heel erg nieuw is het niet meer in Amerika. Maar ja, als ploeg hebben we ietsje minder gedaan, hebben de play-offs net niet gehaald. Maar persoonlijk was er wel weer een goede evolutie. Dus waar ik individueel gewerkt heb, dat kan gebruiken in de komende seizoenen. Dus ja, normaal gezien ga ik volgend jaar terug. En hopelijk is dat onderbroken door een Europees kampioenschap. Ja, dat hoop ik ook. Ja. En het Amerikaans leven, bevalt je dat? Ik ben toch liever een Belgische. Ja. Waarom? Dus ja, als je in België gewoon bent en je bent er niet zoveel, dan mis je echt je Belgische stijl van alles. Eten, omgang met mensen. Het weer mis ik misschien niet. Ja. Nee. Maar, ja, familie, vriend. Het is tof. Ja. Soms ja, een beetje een vakantiegevoel soms. Dus. Ja, als het in de zomer is wel, ja. Maar je weet het ook, je hebt ook in Amerika gespeeld. Ja, maar niet in de zomer. Nee, maar ja. Hoe is het daar dan in de winter? Redelijk koud in Colorado, moet ik zeggen. Ja, was er dat sneeuw? Ja, veel sneeuw. Ja, het was ook een ander leven, want het is het universiteitsleven, dus niet professioneel of zo, maar... Is dat dan eigenlijk in de films? Ja. Er zijn veel gelijkenissen met de films en in het begin denk je dat het al fake is, maar ja, het is wel redelijk, als je kijkt naar, ja, misschien niet Coach Carter, maar al die quotes, ja, en psychologische, ja, speeches, dan ja, dat is heel, heel Amerika. Ja. Ik droom niet echt over basket, maar ja, in de nabije toekomst toch... EK met de Cats, want ik denk dat we nu al zo lang bezig zijn en we zijn eigenlijk nog, ja, ik heb er nog nooit geweest. En ja, hopelijk kunnen we daar misschien naar een WK, wie weet, en zo verder gaan. Verder, hoger en hoger. Hoger en hoger. Ja. Op 30 december spelen we een Unified Challenge en hoe kijk je daar naar uit? Heeft dat een speciale betekenis? Ja, ik kijk er heel erg naar uit, omdat ik dat leuk vind om andere mensen met een beperking zich niet te laten tegenhouden erdoor en zelf doen wat dat ze graag doen. En die mensen spelen graag basket, dus ze hebben daar geen probleem mee. En ja, zelf kan ik daar een klein beetje link mee leggen, omdat ik zelf een gehoorbeperking heb, 50% aan elke kant. En in mijn leven heb ik dat nooit als een beperking gezien. Ik heb me nooit laten tegenhouden in mijn dromen van ik wil het buitenland spelen, ik wil WNBA, ik wil professioneel basketster zijn. Dus ik denk, door zoiets, door dat mee te doen als nationale ploeggenoten, dat we kunnen tonen van, doe gewoon wat je graag doet en laat je door niks stoppen. Dus ja, ik kijk er heel erg naar uit om dan ook samen met die andere mensen en jongeren die message door te geven aan anderen. En ik ben blij dat de nationale ploeg daaraan meedoet. En dat is ook, ja, tof. Dat is ook gewoon tof, ook al. Ja, inderdaad.